De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. 16 maart mogen we weer gaan kiezen. Gaat u uw stem laten horen? Natuurlijk. En mag ik u vragen op welke partij u gaat stemmen? Waarschijnlijk PvdA, maar ik moet even kijken wat dus de programma's zijn van de verschillende partijen. Er is heel veel te doen in West. De muziekschool die afgebroken is, het nieuwe gemeentehuis. Er staat nogal wat te doen voor onze politieke partijen. Heeft u daar vertrouwen in? Ja hoor, dat wel. Ja. Ja. Want het is toch anders als de landelijke politieke partijen. Hè? Zij kunnen zich 100% inzetten, want het is een dagtaak. Maar dat is voor onze gemeenteraadsleden niet. Nee, dat klopt. Ja. Maar dat is nu eenmaal zo. Gaat u ze steunen? Ja, ik steun ze altijd, maar hoe moet ik ze steunen? Laat u uw stem horen, ja, bijvoorbeeld. Gaat u helpen? Nee. Bent u aanwezig bij de gemeenteraadsverkiezing om eens te horen hoe ze doen? Nou, ik ben een keer bij de gemeenteraad bij een vergadering geweest. En toen het begon, werden ze opeens heel onrustig, want er was één burger in de zaal. En dat was u? Dat was ik, ja. Dus ik vond dat heel vreemd. Ja. Laten we hopen dat er veel mensen gaan stemmen. En PvdA gaat nu samen met GroenLinks. Nu momenteel hebben ze één stem. Wat denkt u? Eén zetel? Eén zetel. Ik denk dat het niet veel meer zal worden. U hoopt het wel? Ja, in ieder geval PvdA. Ik ben niet zo'n GroenLinks'e. Dat is mij te links en te groen. Maar hoe heet het? PvdA, dat lijkt me wel goed, ja. Ik hoop u te zien op het stembureau. Ja, als u daar zit, prima, dan zullen we elkaar zien. Dank u wel. Ja, oké. Okay. Ja.